Het waterschap Hollandse Delta is er alles aan gelegen om onze regio vrij te houden van overstromingen en de veiligheid van onze dijken op peil te houden. Daarbij maakt het gebruik van de allernieuwste inzichten en de meest innovatieve technieken. We staan hier op een stuk dijk, 8 kilometer ongeveer, ten zuiden van Spijkenisse. En het komende half jaar gaan we hier metingen uitvoeren om de dijkveiligheid in kaart te brengen. En dat doen we onder andere met een drone en met een quad. De quad zit vol meetapparatuur en met deze quad rijden we systematisch over de dijkvakken. Eigenlijk als een soort grasmaaier. En daarmee brengen we de status van de dijk in kaart. Dit zijn onze speciale scanners. Die meten bodemvocht tot ongeveer een meter diep. En dit is een GPS-antenne. En die vertelt ons heel nauwkeurig waar we gemeten hebben, zodat we achteraf een hele goede kaart kunnen maken. Dit is de resulterende kaart van de ruwe metingen. Wat je ziet is heel veel bolletjes, dat zijn allemaal metingen. In feite komt het erop neer hoe roder het bolletje, hoe droger. En hoe blauwer het bolletje, hoe natter. Voordelen van dit systeem is dat je meet op afstand. Je hoeft niet te boren of in de dijk te gaan graven. Een ander voordeel is dat je vrij snel werkt. Je kunt een aantal kilometer per dag inmeten. En je meet elk stukje dijk. Dus je hebt een volledig beeld van de status van je dijk. Met infraroodbeeld meten we de oppervlaktetemperatuur van alles wat we vanuit de drone zien. Dus onder andere watertemperatuur, temperatuur van de bekleding, van de dijk, van het gras, noem maar op. Het voordeel is dat je eigenlijk heel snel onregelmatigheden in de dijk in beeld kan brengen. Dus als er iets met de dijk aan de hand is, plaatsen we de dijk bijvoorbeeld verzwakt is, dan gaan we dat ook op dat infraroodbeeld terugzien. Dit is een voorbeeld van wat we met de drone kunnen meten. Links zie je de normale foto, dus eigenlijk een soort luchtfoto uit de drone. Rechts zie je het infraroodbeeld, met daarop een heel opvallende zwarte plek. Dat was een heel vochtige plek op de dijk. Die zie je links eigenlijk helemaal niet terug. Dus dat betekent dat je met de drone eigenlijk heel veel meer ziet met die infraroodcamera dan wat je met het blote oog kan zien vanaf de dijk. Met de data die we verzamelen vanuit de drone, vanuit de quad, we gaan die data combineren en hopelijk vinden we daar een hoop verbindingen tussen. Daar kan het waterschap straks eigenlijk heel goed mee gaan kijken wat er op dit stuk dijk aan de hand is. Dat is wel de toekomst, want daarmee werk je toch effectiever en efficiënter.